weer zo'n voorronde partij, Jack? Ja, twee relatief onbekende spelers. Twee debutanten op dit podium. Twee mannen waar we dus ook niet zo heel veel van weten. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ze zelf ook niet zo heel veel zien spelen. Hoe lang hebben we dan nog tijdens de World Cup zien spelen? Daar maakte hij overigens wel een goede indruk. Hoor, want hij speelde onder andere een singlepartij tegen Michael van Gerwen daar. En verloor slechts met 4-2. Dus daaruit blijkt in ieder geval dat die man best al een potje kan gooien. Ja, ik ben geen man van de weddenschappen, maar ik heb de quoteringen gezien voorafgaand aan deze wedstrijd. En de boekmakers hebben Kevin Sim vrij zwaar favoriet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het daar niet echt mee eens ben. Want? Ja, wat heeft Sim gepresteerd dan dat hij favoriet moet zijn? Eens. Je speelt over het algemeen op de Challenge Tour deze Kevin Sim. En ook daar haalt hij eigenlijk geen topresultaten. Dus ik vond nogal een... Meestal hebben ze, zit er een soort logica in, maar deze keer kon ik hem niet vinden. Ja, het enige wat ik over hem heb kunnen vinden is dat hij ooit ergens op een toernooitje een 9-dart gegooid zou hebben. Maar als je dan vervolgens zoekt naar een bevestiging daarvan, kun je die eigenlijk niet vinden. En hij heeft vorig jaar een anniversary toernooi ergens gewonnen waar nogal veel over te doen was. Overigens, voor de jongere kijkers thuis of via de radio, Kevin Sim, dat had ik vanmorgen ook. Als je die gaat googlen, dan kom je op de winnaar van The Voice van Engeland uit van 2016. Dat is hem dus niet, van alle duidelijkheid. Dit is een andere Kevin Sim. Oké. Ja, ik denk, we hebben een scoop. Nee. Nee, want als je hem googelt, dan krijg je ongeveer 40 pagina's. Maar dat is dus de jongere versie ervan. 154 voor Sim. Die gooit hij niet uit. Komt overigens uit Tildesley in de buurt van Manchester. En is een week of twee geleden 48 geworden. Kevin 111. Begin met een 5, dat betekent dat de finish weg is. En je ziet wat je in heel veel van die voorronde wedstrijden wel ziet. Met name als de debutant op het podium staat. Het is wat nerveus. 26. Kevin 144. Het is een goed begin van de Filipijn. Maar gooit hem niet uit. En dus komt Sim weer terug voor 85 deze keer. Enkele 15 gegooid. 20. En bullseye over. En die gooit hier een centimeter of 3 naast. Dus is het aan hoe lang om de eerste leg te pakken via tops of dubbel 10? 46. Kevin, you require 43. Sim. 11 en dubbel 16. Daar lijkt het op. Ja, dat is in ieder geval de 11. Dubbel 16 47. Haalt hij niet. En dus mag Oelang nog een keer terugkomen. Boy is een bijnaam. Via dubbel 5 gaat dat niet lukken. Er is nog een alternatief. Dan maar via de dubbel 2 nu. Voor een 1-0 voorsprong om slim meteen te breken. Maar dat lukt niet. Het zijn weer die spanningen. Dat publiek helpt natuurlijk dan ook niet. Hè? Dat even lekker gaat zitten mee joelen als jij aan het aanleggen bent. Ja, die zien ook. Er is wat spanning. Dat kunnen we misschien nog wat verhogen. Maar hij zit wel. 1-0. Voor volgepakte Ellie Pelly de openingswedstrijd van deze zondag. Waarbij wij dus voor u zo spanning weg. Dat is de eerste van deze wedstrijd. En de 109e tot nu toe van dit toernooi. Die kan hij op zijn cv'tje bijschrijven.
Die man moet ook niet weten wat hij meemaakt. In die hele stille zalen, hallen, tussen aanhalingstekens, waar in zijn land gespeeld wordt. En in één keer in dit gekkenhuis terechtkomen. Ja goed, hij speelt natuurlijk meestal dat softtip dart. Dat speel je van die machines. Daar komt ook een berg geluid uit hoor. Ik ben eens in een zaal geweest waar er een paar honderd stonden. Dan kun je nog beter in Las Vegas in een casino rondlopen dan in zo'n hal. Leg even voor de leek uit de softtips. Ja, dit is dit is steeltip. Wij spelen hier met pijlen met stalen punten. Softtip speel je met punten die gemaakt zijn van plastic. En dan speel je op een machine die automatisch dezelfde punten telt. Vandaar ook dat je met plastic punten speelt. Anders gaat die elektronica natuurlijk kapot. Maar bij iedere pijl die het bord raakt, hoor je een bliepje of een dingetje. En als je een goede score gooit, dan komt er nog een muziekje achteraan. En als je er lekker uitgooit, dan spelen ze een hele symfonie voor je. Dat is nogal afleidend. Althans, dat vond ik. Gilbert Oulang is wel goed onderweg in deze leg. Sim op een ruime achterstand. Hoe lang om de stand op 1-1 te gaan brengen? Dan gaan we naar boven, dan gaan we naar tops. 50. Ja, en dan komt hij weer op dubbel 5 uit. Dat is niet waar je wil zijn. Dat is echt een vervelende dubbel om op uit te komen. Geeft Sim de mogelijkheid om weer wat dichterbij te komen. Die laat tops over. Ja. En dan moet Oulang toch weer naar die dubbel 5 toe. Maar die gooit hij deze keer met zijn eerste pijl. Dus maakt het allemaal niet uit. Maar hij pakt de tweede leg in 16 darts. Kijk, dat ziet er een stuk beter uit. Want ongetwijfeld zullen we dadelijk wel weer de gemiddelden in beeld krijgen. In de pauze bijvoorbeeld. Voordat iedereen begint te zeggen dat het gemiddelde dramatisch is, dat zal het zijn. Wat er ook verder nu gebeurt in deze wedstrijd, dit gemiddelde gaat dramatisch zijn. Maar dat heeft alles te maken met die eerste leg. Die gaat in 27 darts. Dus sta je daar niet helemaal blind op. Nou, gistermiddag die wedstrijd van die Maleisiër en die Japaner. Die wedstrijd was ook helemaal niet zo slecht als dat de gemiddeldes deden. Vermoeden misschien wel. Het begin was... Ja, maar dat is het. Het begin was niet goed. En daarna ontspannen ze zich en waren ze wat gewend. En nee, het begin was... Ja, ga er maar eens zelf staan. Zeg ik dan altijd. Ja, weet je, thuis kan iedereen de triple gooien. 45. Maar doe het maar eens met camera's erop en 2.500 man in de zaal. Dan wordt het gewoon een ander verhaal. Ja, weer 8 wedstrijden vandaag voor u in de aanbieding. De hele middag en de hele avond wordt er gedart in het Alexandra Palace. Uiteraard kunt u de wedstrijd nog eens op uw gemak bekijken wie wanneer speelt, waar, hoe laat, ongeveer, dat soort dingen. In het toernooicenter op onze website. 100. Daar waar u ook natuurlijk allerlei andere dingen nog kunt terugvinden, zoals de wedstrijden van gisteren of eergisteren. Interviews, itempjes die Arjan van der Giezen maakt met... mensen ter plekke, de kijkers vragen. Kortom, alles op rtl7darts.nl. Sim heeft dit prima weggezet. We zijn op dubbel 16 aanbeland. Dubbel 16. Daar ligt de sleutel voor een 2-1 voorsprong in set nummer 1. Nou, die zit 2-1 voor deze Kevin Sim, wiens naam wij voor de eerste keer tegenkwamen in 2008. Bij die andere bond, toen die zich probeerde te plaatsen toen. Dat lukte niet. Wat betreft de Filipijnse deelname, terwijl dit zo'n tweede van de wedstrijd is voor Gilbert Oulang.
Voor de vaste kijkers van het WK, zeker luisteraars nu, van RTL 7 Darts Radio. Vorig jaar was het Alex Takararo die meedeed, maar in de voorronde er uitging tegen Keita Ono. Dat werd 2-0. Dit is zijn eerste poging ook om zich te plaatsen hoe lang voor het WK. Een poging die meteen lukte. Hij versloeg in de finale De La Cruz met 4-1. Speelde samen overigens met die Takararo op de World Cup. Eits. In 2016 en 2015 deed hij dat met Lawrence Illigan. Dat is voor de meeste kijkers de meest bekende Filipijn. Lawrence Illigan, die een paar jaar geleden nog eens de halve finale haalde van de Winmar World Masters. Dus er zit echt wel talent in de Filipijnen. Maar ja, afstand, dat maakt het toch lastig. Het gros van de toernooien worden nu helemaal gewoon in Engeland gespeeld. Nagenoeg alle eigenlijk. Dus je zult je bijna moeten vestigen in Europa om consequent mee te kunnen doen aan al die PDC-toernooien. En dat maakt het gewoon lastig. En als je dat niet doet, dan ben je dus afhankelijk van zo'n qualifier bij jou in de buurt. En die moet je dan winnen. Dat maakt de route lastig. We zien dan Haruki Muramatsu wel uit Japan, die Q-School speelt. Die zijn tourkaart daar bijna altijd haalt ook gewoon. En dan zie je dus ook wel, als je dat kunt, hoe goed die jongens zijn. Want die haal je echt niet zomaar. Royden Lam heeft het gedaan. Maar ja, om dan vervolgens 20 weekenden op en neer naar Engeland of naar Europa te gaan, dat is gewoon niet te doen. Financieel niet te doen. En in het softtippen in Azië met name gaat heel veel geld om. Daar vergissen wij Europeanen ons wel eens in met het steeltip darten. Maar de best betaalde softtip darter, vanuit materiaal oogpunt gezien, wordt beter betaald dan de beste steeltip. Serieus? Ja, daar gaat dus echt veel geld in om. Maar dat realiseren mensen zich vaak niet. Omdat het prijzengeld bij de PDC weer wel wat hoger is. Maar ja, dat geeft geen zekerheid. Zeker niet als je zo'n groene aap hebt rondlopen. Krijgen we een 2-2 stand? Dat kan hij doen. Via de dubbel 8. Zijn laatste mogelijkheid. Die is die. En dus is het Sim die nu de eerste set naar zich toe kan trekken. Ja, ik denk dat Oelang echt meer door het publiek wordt afgeleid dan Kevin Sim voorlopig. En dat daar de voorsprong van Sim vandaan komt. Want met hem bemoeit het publiek zich eigenlijk niet. En zodra Oelang naar het dokje gaat, beginnen ze ja, een beetje zoals ze dat bij Justin Pipe ook normaal gesproken doen. En vanmiddag ongetwijfeld ook weer zullen gaan doen. En hier gooit hij hem wel. Dan maakt hij er toch 2-2 van. En dus gaat het gelijk op in deze eerste wedstrijd van de zondagmiddag. Ja, de winnaar van deze partij speelt later vanmiddag nog een keer. 59. Nou hebben wij de afgelopen drie partijen gezien dat dat wachten voor sommigen catastrofaal is. De Nederlander heeft zijn ding gedaan, Hendricks. Gisteren had ik echt het idee dat Sa heel lang heeft moeten wachten, trouwens wel een briljante opening had en echt zijn ding gewoon deed. Ik ben benieuwd of zo'n speler die dan nu wint, vanmiddag zich bevrijd voelt. Als het dan met name op Oelang, die dan echt hier voor de eerste maal op zo'n podium staat, of die dan zich dan vanmiddag echt bevrijd voelt. Zijn boodschap aan het begin van de middag tegen Arjan van der Giezen was duidelijk. Ik richt me op de tweede ronde. Ja, of hij daar nu mee bedoelde dat hij deze wedstrijd wilde winnen en de tweede ronde dus de wedstrijd was van later vanmiddag. Of dat de tweede ronde de wedstrijd is die hij na kerst gaat spelen. Of rond kerst, ik weet het eigenlijk niet. Henning, zeker Ian White is degene die staat te trappelen voor de laatste partij van de middag. Dat wordt de tegenstander. 59. Ben je wel een beetje bekomen van gisteravond? Van vooral die laatste partij? Nou, dat dat was wel heel was snel, hè? Zo beurt. Ja, goed. Zo voor Gerwin is het echt. Ik heb het idee dat hij gewoon 6 hokjes in zijn agenda heeft gezet. Dit was hokje 1, die is afgevinkt. En als hij hokje 6 ook heeft afgevinkt, dan is hij wereldkampioen. Gisteren was geen tegenstand, maar dat was ook niet te verwachten. In principe, wat vorig jaar gebeurde tegen Aydams was eigenlijk veel meer bijzonder dan wat gisteren bijzonder was. 100.
Maar Vergeel gaat echt nog wel tegen zijn tegenstand krijgen, hoor. Nou ja, je had gisteren net de blokjes kaas uit de koelkast gehaald. En voordat je een hapje kon nemen, was het klaar. En iedereen bleef bijna sprakeloos en ademloos op de bank zitten kijken van... Sodemieters. Nou, ik heb met name gisteravond genoten van Dimitri van den Berg en Cristo Reyes. Dat was echt een leuke wedstrijd. In alle opzichten. Ja, het was jammer dat het zo snel klaar was in die laatste set. Want wij hadden echt het idee nog. Nou, dit wordt echt 4-5 legs moet je wel winnen in die laatste set. Maar ineens was het boom, 3-1 was klaar. 100. Er kan een beslissing komen in deze eerste set van de wedstrijd. Dat is één. Dan gaan we naar boven, naar Tops. Sim in zijn eigen lek. En het staat 1-0. Waarin de gemiddeldes in de eerste set bij Sim iets boven de 77 liggen. En bij Oelang iets boven de 74. Als je dat vergelijkt met de eerste partij in de voorronde gistermiddag. Tussen Tengku Xia en Masumu Chino. Dat lag veel lager. Maar dat kwam ook allemaal door het begin van de wedstrijd. Wie verliest als eerste zijn lek? Dat is een beetje de vraag aan het begin van deze tweede set. In de eerste set ging dat super gelijk op. Ja, dat is ongelooflijk dat in de eerste set alles met de darts mee is gegaan. Want ze hebben echt verschrikkelijk veel kansen gekregen om elkaar te breken. Nou, ik heb wel het idee dat Oelang tijdens de World Cup wat meer ontspannen was dan dat hij nu is. Misschien dat dat dan weer... 60. Komt omdat hij ja, dit keer natuurlijk helemaal alleen hier is. Voorheen, World Cup heb je in ieder geval nog je maatje bij natuurlijk. Waar je ook een beetje steun aan kunt vinden. Maar je kunt wel zien bij hem dat hij wel talent heeft, Oelang. Het ziet er allemaal redelijk makkelijk uit wat hij doet. En toch ook weer op zondagmiddag is het hier gewoon goed gevuld in het Alexandra Palace. Ja, 66.000 kaartjes waren er voor aanvang van het toernooi al verkocht. Met name de latere sessies natuurlijk waren heel snel uitverkocht. Terwijl Kevin Sim zijn eerste 180 gooit in zijn carrière op een televisietoernooi. En toch, hè, als je al die beelden achter elkaar zet van de 180ers in de voorrondes, hoe zij dat vieren. En dat vergelijkt met hoe de 180ers worden neergezet door de grote gevestigde mannen. Het is een verhaal apart. Sim gooit 101 niet uit. Dat betekent dat Oelang terugkomt voor dubbel 18. En lijkt alles dus voorlopig nog, ook in deze zesde leg van de wedstrijd, met de pijlen mee te gaan. Met dubbel 16 toe. Game John, the first leg. 1-0. Second leg, Kevin at front first. Game on. Het is de zondag dat we één Nederlander voor u hebben geprogrammeerd. Dat wil zeggen, dat hebben wij niet gedaan, maar dat is via de loting gebeurd. Jermaine Wattimena, dat is degene die voor Nederland vanavond in onze avondprogrammering, zowel via tv als via radio, te volgen is. Ja, en voor de rest, absoluut iemand om naar uit te kijken. Helemaal aan het einde van de avond is Phil Taylor. En als je de Engelse media vandaag een beetje volgt, dan wordt het al lekker opgeklopt. Ja, voor hen gaat het vandaag maar om één man inderdaad. En daar kan ik me ook iets bij voorstellen. De 16-voudig wereldkampioen die ja, toch aan zijn laatste kunstjes toe is. Kan die nog een 17e wereldtitel daaraan toevoegen? Dat is als vierde geplaatst dit WK. De voortekenen zijn goed voor hem. Hij is twee keer eerder als vierde geplaatst geweest op een WK. En twee keer werd hij wereldkampioen. Nou, weet ik ook de uitslag van jouw brackets, of niet?
Nee. Oh, nee, oké. Prima. Ik moest wel lachen. Gisteren heeft Van Gerwen natuurlijk een redelijke indrukwekkende partij gespeeld. Om even te laten zien dat hij er is. Waarop Gandy Anderson vanochtend, Gary Anderson vanochtend, heel leuk wat foto's twittert van zijn nieuwe hond. Waar hij 6 jaar op heeft gewacht. Een bokser uiteraard. Met de naam Bonnie. Die lekker ligt te slapen. En als je hem vertaalt, zoiets van, joh, ik rust nog lekker uit. Wij komen elkaar wel tegen. Het kerstcadeau van Gary Anderson. Een hondje. Precies. Ja, dat is soms best wel eens lastig in huis, Anderson. Want het zoontje van Gary Anderson is de grootste fan van Michael van Gerwen zo ongeveer. Zin staat op een finish. Hoe lang staat dat? Nog niet. Zal hier waarschijnlijk wel gaan proberen om de drukte nu volop te zetten. Dat wilde hij gaan doen via een 180er. Dat lukt hem niet. Sim kan ook opnieuw de 7e lek van de wedstrijd. Opnieuw zijn eigen lek behouden. En dat doet hij via dubbel 16. Ja, hij zit. We moeten zelf even kijken, maar hij zit toch echt. Nou, dit wordt zo'n partij. Waarvan je eigenlijk nu al weet dat hij nog wel even gaat duren. Ja, kan zomaar. Maar ja, het kan ook met één breakje. Twee legs kan het afgelopen kan, zijn. Maar dat is het setsysteem. Het gaat nu wel heel gelijk op. Ja, je ziet toch in deze wedstrijd dat behoudens die eerste leg, waar we het al eerder over gehad hebben. Die eerste leg duurde net zo lang als normaal gesproken twee legs duren, zeg maar. Daarna gaat gewoon alles in 6 beurtjes uit. Het is geen niveautje van Gerwen, Anderson, Taylor. Maar u moet ook thuis niet denken dat dit het niveau is wat u zelf ook al kunt halen. Dat geldt misschien voor 150 darters die dat wel kunnen, die nu zitten te kijken. Maar de rest niet. En bij die rest niet... Scharen, Frank en ik. Ja, zeker ik hoor. Ja. Nou, ik ook hoor. Oh, fijn. 76. Ja, Niels en ik noemden het gistermiddag aan het einde een boeiende dartsmiddag. Waarop velen zeiden van, nou was het wel zo boeiend. Nou, vooral het verschil in partijen, dat maakt het boeiend om naar te kijken. Kijk, dit soort voorrondes zijn voor de hele diehards dartsfans in Nederland misschien even doorzitten en weer door. Maar als je op zondagmiddag of naar de radio zit te luisteren of nu kijkt en misschien voor de eerste keer kennis maakt met dartsport, is het sowieso goed om te blijven luisteren, zeker kijken. Omdat we 4 totaal verschillende partijen weer vanmiddag gaan zien. En ja, de voorrondes duren tot en met donderdag. De eerste ronde, voor alle duidelijkheid. Dan pas gaan we door naar ronde nummer 2. Voor velen is ook ronde nummer 1 doorkomen. Maar eerlijk is eerlijk, de eerste paar dagen hebben we mooie wedstrijden zien. Gaat Sim de eerste zijn die gaat breken? Gaat het gebeuren in de 8e leg van de wedstrijd? Heeft nog 71 over. Nu nog dubbel 10 over. Kevin Sim, 131. Nee. Hij legt hem net tegen het ijzeren draadje aan de binnenkant aan. Oelang staat op 80. Krijgt 1 pijl voor tops. Daarvoor moet hij een stapje opzij. Oelang voor 2-1. Wat scheelt het? De dubbels bij Sim lopen niet helemaal zoals gepland. Gaat die dubbel 5 nu vallen? Zo, die zit er heel ver vanaf die eerste. Maar hij corrigeert hem aardig. Ja, en hij is dus de eerste die het lukt om te breken. Dat gebeurt allemaal in de 8e leg van de wedstrijd. Het is 2-1 voor Fatboy. Nog 1 leg verwijderd van een plaatsje in de eerste ronde. Ja, ik zei het al, het kan ook dan ineens weer heel snel gaan. Hè? Krijg je toch weer gelijk, hè? Nou, ik krijg niet gelijk als het gaat om het feit dat de boekmakers toch alweer goed hadden dat Sim de favoriet was. Zoals het er nu naar uitziet.
drie legs in deze set gehad. 3 keer in 17 darts uit. Dat is vrij constant van beide mannen. 45. Oelang heeft met die 140 wel het initiatief meteen te pakken in de leg die Sim is begonnen. Maar dan laat hij een hele goede score ook weer volgen door een toch iets minder. Al redt hij zich nog aardig met zijn laatste spel. Sim komt alleen op een finish als hij 140 gooit en dat doet hij niet. Dus mag Oelang als eerste naar een finish toe. En die eerste pijl die zit dan soms zo ver van die triple vandaan. Dat kun je alleen maar verklaren met spanning, vind ik. Want het is geen millimeter, het is zelfs geen centimeter. Het is gewoon echt bijna een decimeter wat ze er vandaan zitten soms. Het is een moeizame leg voor beide mannen. Deze vierde leg van de tweede set. De leg die wanneer Sim hem wint hem een plek in de eerste ronde oplevert. Als Oelang hem wint gaan we nog even verder. Die heeft 114 over met Sim op 112. Begint met een enkele 20. Dan moet hij naar triple 18 toe om naar tops te mogen. Maar gooit geen triple 18. Dus kan dit een beslissing in de wedstrijd zijn? Voor Fatboy Kevin Sim uit Manchester. De beslissing is er nog niet. Oelang leeft nog. Vraag is voor hoe lang? Hij mag naar tops. De vraag is, gooit hij tops in deze fase? Ja, nu vindt hij ze dubbel wel. En dus staat het 2-2. En ook Oelang breekt Sim. En dan begint hij zelf aan de vijfde leg. Dan gooit hij weer zo'n eerste pijl die echt een meter onder de rest zit. Nou, je voelt, ik weet niet of je dat thuis een beetje voelt of luisterend via de radio, maar je voelt een beetje de energie uit deze partij wegstromen. In een vrij onrustige rivier. Ja, het is moeilijk om in deze fase de triples te vinden. Het is ook moeizaam vooral. Ik zei het al, buiten het feit dat deze twee mannen natuurlijk een debuut maken op een podium zoals dit. Grijpen ze ook natuurlijk allebei hun kans om deze wedstrijd te winnen. En met één overwinning, met deze wedstrijd, als ze die winnen, verdienen ze waarschijnlijk meer geld dan dat ze in de rest van hun carrière in een wedstrijd hebben verdiend ooit. Want het verschil tussen deze wedstrijd winnen of verliezen is 5.500 pond, zeg maar 7.000 euro. Ik zou er ook niet heel rustig onder blijven, denk ik. Kun je toch een aardige kerstboom van neerzetten? Past er nog een cadeautje onder ook zelfs. Max 1. Sim is Oelang weer voorbij in de leg die de Filipijn is begonnen. Fifty-nine.
Nou ja, Sim heeft in deze hele leg één triple gegooid. En toch heeft hij 80 punten meer dan Oelang staan. Die nog niet één triple heeft gegooid. En dat ook nu niet doet. Waardoor hij het initiatief heeft in de leg van de man uit de Filipijnen. Uit Pisag komt hij, precies te zijn. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Ian White heel onrustig wordt als hij deze twee mannen ziet spelen. Maar Ian White weet ook wel dat er in deze wedstrijd voor deze mannen wat te winnen valt. In die wedstrijd tegen Ian White hebben ze niets te verliezen. Nee, en dit hebben wij exact dezelfde gisteren gezegd bij Benito van der Pas. Van nou, Big Ben zal niet heel onrustig naar die partij van gistermiddag, die voorronde, zitten kijken tussen Shaw en Chino. Nou, dat hebben we gemerkt aan het einde van de middag. Wat een brokspanning. Ja, die kwam goed weg. Snel vergeten en door. Het resultaat telt. Sim heeft nog eens een keer een triple gegooid. Die heeft nu een finish van 106 over. Oelang staat op 213. Die is nog altijd op zoek naar zijn eerste triple in deze leg. Die heeft hij nog steeds niet gevonden. Hij staat op 154. Sim voor de wedstrijd. Heeft de triple 20. De 10 voor dubbel 18. Dubbel 18 voor Sim voor een plekje in de eerste ronde. Het antwoord is nee. En dus heeft Oelang nog een kans. Is het zijn laatste kans? Vindt hij de triple? Nee. En dus mag Sim zo voor de derde maal terugkomen om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Via dubbel 18. Nog twee palen over. Nog één. Hij laat Oelang leven. Ja, het leek me al sterk dat de eerste matchstart in deze wedstrijd erin zou gaan. Daar is het te nerveus voor. Oelang kan nog altijd uit. Heeft hij triple 19 en dubbel 16 nodig? Hij kiest voor. Hè? Ik denk dat hij of de score in beeld klopt niet, of de score op het scorebord klopt niet, of hij ziet het verkeerd. Ik zie Russ Bray ook heel raar kijken. Ik denk dat hij het gewoon verkeerd gezien heeft, Oelang. Maakt niet uit, Sim naar dubbel 9. Voor de wedstrijd. En Sim plaatst zich voor ronde.